allemaal. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een mukbang. Ik ben met Kiara vandaag. Hallo. En waar houden wij van als wij eten gaan bestellen? Ja, ja, je hebt het al in de titel gezien. Drie keer raden. Mackie. Nou, we hebben het besteld op Thuisbezorgd. We gaan zo meteen ook nog lekker ondertussen vraagjes beantwoorden. Die wij hebben binnengekregen op onze Instagram. Wat hebben we besteld? Ik heb een Happy Meal. Echt, oh, ik hou van Happy Meal. Ja, ook heel toepasselijk staat de voorkant. Helemaal leuk. En door. Ik heb een kip 4. En natuurlijk de frietjes. En deze is denk ik van jou. Is dat Fanta? Ja, dat ja. Is Fanta. Fanta. Ik heb ijsthee. 10 ijsthee! Heb je ook frietjes? Ja. Ik heb er 2. Alsjeblieft, ik heb er 1. Dit is zo lekker. Servetjes zijn nat. En de rietjes. Zijn die rietjes, die rietjes zijn ook lekker nat. Heerlijk, houden we van. Gezellig ook. Maar goed, laten we beginnen. We hebben op de telefoon hebben wij vragen binnengekregen. Wil je ons nou even gezellig volgen op Instagram? Dan kan dat altijd. Zeker. Username hier in beeld of in de beschrijving. Oké. Nou, cheers meid. Cheers. Cheers. Oké. Zeg jij trouwens patat of friet? Ik zeg altijd patat. Maar ik vind dat je bij de McDonald's wel frietjes mag zeggen. Omdat ze wat klein zijn. En ik vind patat dikkere friet. Als je bij de snackbar bestelt, is het patat. Maar als je bij de McDonald's bestelt, zijn het frietjes. Helemaal top. We gaan beginnen met de eerste vraag. En dat is, wat is je favoriete kledingmerk? Mij denk ik toch de Zara. ASOS. Ja, ik kies Zara. Ik vind ASOS. Laten we even, trouwens, sorry. Want jullie lievelingsmerk is qua kleren. Maar laten we ook even vertellen wat we vandaag aan hebben. Want het is ook leuk. Het colletje komt van de H&M. De trui is van de ASOS. Kettingje ook van de ASOS. De broek is van de H&M. En jij? Topje. Hoe heet die webshop ook alweer? Le Modi. Allemaal lekker shoppen op Le Modi. Ik heb een blazer aan van de Bershka. En een broek. Ook een leren broek. Van de H&M. Het is de Zara, maar ik heb niks van de Zara aan. Handen van oog. Face ID. Ja. Heb je goede voornemens voor het nieuwe jaar? We zitten inmiddels, als deze video online komt, zitten we in 2023. Maar we zitten nu nog in 2022, als we dit filmen. Dus onze voornemens van dit jaar. Wat is er van jou? Heb je erover nagedacht al? Nee, totaal niet. Meer sporten, maar dat zeg ik ook ieder jaar. Ik denk, mijn doel bereik is opleiding volgen, aangenomen worden. En dan gewoon echt leuke dingen gaan doen. Blijf mensen nog steeds afspreken. Ja. En mensen die ik niet meer zie, gewoon achter je laten. Zo van niet weg. Misschien minder uitgaan. Eerst zie dan geloven. Waar heb je heel erg spijt van die je in 2022 hebt gedaan? Oeh, die is wel goed, ja. Ik denk toch wel, ik heb mensen vertrouwd die ik eigenlijk niet wilde vertrouwen. Denk ik. Ik heb mensen moeten laten kiezen voor met wie ik om zou gaan. En dat wil ik niet meer. Ik wil mijn eigen keuzes kunnen maken. Dat was wel echt goed, ja. Dat was wel echt heel chill. Volgende vraag. En die is speciaal voor mij. Waarom ben je na 2 jaar weer terug op YouTube? Ja. Vertel. Voor de mensen die de video nog niet hebben gezien, ik heb een soort van video geüpload waar ik het allemaal vertel waarom ik weer terug ben op YouTube. Maar ik zal het even kort uitleggen. Ik heb ongeveer 2 jaar geleden heb ik de keuze gemaakt om even tijdelijk te stoppen. Die break duurde wat langer dan verwacht. Maar ik ben weer terug! En in die video weten jullie een beetje van hoe en wat er speelt. Heeft gespeeld in de afgelopen 2 jaar dat ik zeg maar heb bedacht van ik ga stoppen met YouTube.
Als je En waarom ben je dan weer begonnen? Wat is je in, wat was je van, oh, ik ga weer beginnen aan YouTube? Waarom ik weer ben begonnen is eigenlijk omdat ik het gewoon echt wel miste. Ik keek altijd mijn oude vlogs terug. Ja, wie doet dat nou niet als een YouTuber is? En ik had zoveel lol bij het kijken dat ik dacht van, oh, ik heb alles gefilmd van een paar jaar geleden. En ik kon alles weer terugkijken van bijvoorbeeld Be Brave concerten en Type 5 concerten. En allemaal mooie momenten. Eigenlijk je leven. Dat ik dacht, klopt. En je hebt sowieso een dagboek. En ondertussen zit hieronder de tafel, want we hebben de tafel waar het allemaal om staat, zit een hond te bedelen. Hè, Wolf? Maar ik ben eigenlijk weer begonnen omdat ik het gewoon weer echt wel weer leuk vond om eigenlijk alles te gaan filmen en zo. Dus jullie zijn nog lang niet van mij af. I am back, bitches. Als er iets was wat je terug kon draaien, wat zou dat dan zijn? Oeh, dat is een hele... Ik moet niezen. Wat ik terug kon draaien. Ja, het moment zou je met heel je familie. Is dat een, iets wat je terug kon draaien? Ja. Ik had sommige dingen die ik, bijvoorbeeld bij jongens en zo, dat ik ze uiteindelijk niet had vertrouwd. Ja. Soms heb je een situatie, ik heb familie, veel families, maar zie ik bijna niet meer. En dat zou ik wel weer terug willen draaien om ze wel weer te zien. Ja, ik ook wel. Gewoon omdat je dan herinneringen op kan halen en zo, dat is ook wel leuk. Ja. En weer jouw fucking Face ID. Niet zo ver. Ik hoef mijn telefoon niet in mijn hoofd. Wie heeft er allemaal Face ID? Want ik heb geen Face ID op mijn telefoon staan. Okay. Ja, dat merk ik. Oh. Wat is de grootste misvatting die je ooit hebt gehoord over jezelf? Misvatting? Ik ga meestal uit. En heel veel mensen die zeggen dat ik een bitch ben en dat soort dingen. Mm. Maar in principe, misschien kijk ik wel zo, maar ja, ik denk dat dat een grote vergissing van mensen is. Mensen zien mij als een bitch, arrogante type, maar dat ben ik gewoon niet. Nee. Nee. Wat bij mij een misvatting is dat heel veel mensen denken dat ik dus heel dom ben. Mm. Ja. Of dat ik heel zielig ben of zo, maar of dat ik zeg maar heel vrolijk ben in de vlogs en dan vervolgens heel anders, dan gaan mensen ervan uit dat je ook zo bent. Ja. Terwijl het helemaal niet zo is. En je hoeft ook geen medelijden te hebben. Zeker niet. Want uiteindelijk draait het wel om jezelf. En uiteindelijk kan jij jezelf alleen gelukkig maken en niet iemand anders. Ja. Favoriete YouTuber? Oeh. Bij mij verschilt het. Heel erg. Ja. In welke periode? Nou, ik vind het heel leuk om shoplogs te kijken. Ja, dat is mijn favoriete Fleur Nijbakker. En ik vind het ook wel leuk hoe zij, als ze foto's gaan maken, hoe ze dat doen. Oh, wat leuk. Voor Instagram, ja. De mijne is... Dank je aan mijn bek. Nee. Maar? De mijne zijn toch wel... Wat ik nu heel erg kijk, is... Het is heel raar om kouwen en praten te gaan. Mijne is toch wel een van... Wat ik nu iedere dag kijk, is wel Gio. De vlog van Gio. En dat is heel grappig. Want ik ben een keer was een hele week bij Kiara thuis. En toen gingen we bij het eten gingen we altijd standaard de vlog van Gio kijken. Ja. En sindsdien ben ik er zo ingerold. En hoe vind jij dat jaren hier uit elkaar gaan? Ja, ik vind het gewoon echt... Ik weet niet. Ik heb er niet echt een mening over. Maar ik zou het zelf niet echt leuk vinden om dat te delen online. Want het is toch iets tussen jullie twee, weet je wel. En dan vervolgens kan de hele wereld... de hele wereld heeft er een mening over. En heel vaak zie je ook van... Nee, ja, bijvoorbeeld een TikTok geplaatst met heel van die reacties. Ja, ik zie het weer. Zie je wel. Dan weet je van... Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Nee! Ik ga niet ontgrendelen. Wat ik ervan vind, is het is hun leven. Ja. En we moeten blij zijn dat ze al zoveel van hun leven delen. Vervolgens komen er van die mensen, van die 8-jarige mensen, die zeg maar onder een TikTok van jaren reageren met, oh ja, zie je wel, ze zo over hem heen. Maar schijnbedrieg, want mensen laten alleen de positieve dingen zien op social media. En niet alleen de negatieve dingen, want dat wordt soms vergeten. Dus laat elkaar je eigen waarde. Klopt. Laat lekker allemaal je eigen waarde. Let lekker op jezelf. Heb het leuk. En ik snap echt wel dat je wil reageren, maar soms moet je niet reageren wat je denkt. Want als ik denk dat reageer op iedere YouTuber of whatever, dan ben ik over 80 jaar nog steeds bezig. Ja, meestal als je... Er komen ook wel positieve comments uit.
Ja. Maar die lees je eroverheen. Maar toch dat dus koud. Maar dat lees je eroverheen. Waardoor je eigenlijk alleen maar de negatieve krijgt, wat dat bij jou omhoog speelt. In plaats van de positieve. Ja, klopt. Trouwens, zijn er nog dingetjes die jij wil veranderen in 2023? Zijn er goede voornemens die je hebt? Let us know in the comments. Maar ik heb honger, dus ik even maar door. Ja, heb je nog vragen? Nee, dus we dachten, we gaan nu even gezellig lekker kletsen. Heb jij vragen voor mij? Wat is zeg maar wat je echt in 2023, waar kijk je het meest op dit moment naar uit? Bijvoorbeeld qua events of dat soort dingen. Waar heb je echt zin in? Wat zijn je dingen die je nog wil doen in 2023 bijvoorbeeld? Reizen of zo? Of... Ja, ik wil een stedentripje maken heel graag. Naar Praag. Lijkt me een hele mooie stad. Een studentenstad. Mm-hmm. En wintersport. Maar dat gaat eventjes niet. Helaas. Dus ik denk dat we over 2 jaar weer op de skis kan staan. Mm. Ik hou van ijsthee. Mijn school weer beginnen. Oeh. Daar kijk ik ook weer naar uit. Ik dacht dat. Hij brak. En jij? Ik heel veel zin. Nou, momenteel ben ik heel erg gefocust puur op mezelf. Dat ik weer lekker in mijn vel zit. Dat vind ik op dit moment het belangrijkste. En tuurlijk, al die evenementen komen ook wel weer in 2023. Maar ik heb wel al dingen staan waarvan ik denk, oh my god. Maar ik focus me nu gewoon echt op mezelf. En ik zie het wel per dag, hoe ik me voel en hoe en wat, weet je. Ik ga nu nog niet plannen. Nee. En jee, zo raar van die milkmix. Ik vind het leuk, als ik avond eet, dat ik dan niet alleen zit te eten, voor mijn gevoel. Ja. Maar je hebt ook van die Chinese McDonald's, dan zitten ze echt van die dingen te eten waarvan je denkt, dat. Nee. Of dat hele erge gesmak. Mm. Kan jij er tegen? Nee. Wat zou je doen? Als je bijvoorbeeld met een jongen date en die jongen smakt. Hij is echt een 10, maar hij smakt. Ja, dan gaat hij toch wel daarna naar een 6. Ga je eerst goed over nadenken. Ja, zo van, of je doet gewoon... Zit je bij je schoonouders of bij je eigen ouders met je vriend? En je vriend gaat smakken. Oh. Ik taste die. Lekker. En ik heb er nog een... McChicken! En ik zit echt vol, joh. Je ziet overduidelijk wel weer wie de meeste eet. Wie het meeste eet. Ja. Ons 2. En deze meid! Maar jij kan ook wel echt goed eten. Ik heb een barbecue saus gehad. Ik kon ook niet meer kiezen. Nee, ik ben weet al. Maar frietsaus is het lekkerste. Wat vinden jullie? Kipnuggets met frietsaus. Kan het of kan het niet? Nee, dus weet je wat we gaan doen? We gaan nu, het is een 10 maar, oké? Okay? Ja. Nee, het is een 10, maar controleert je op alles? Een 4. Ik hou niet van dat iemand mijn leven controleert. Ik wil gewoon dat je elkaar vertrouwt. En niet elke keer verantwoordelijk daarvoor te stellen of zo. Nee, precies. Ik vind het heerlijk. Ja, je moet elkaar gewoon vrij laten. Ja. Het is een 10. En hij draagt grote onderbroeken. Oh, 5. Ja. Ik hou van die gasten, zeg maar, die Calvin Klein en zo dragen. Nee, het zijn echt van zulke onderbroeken. Opa onderbroeken. Ja, dat kan je wel zeggen. Een soort van zwembroeken, maar dan als onderbroek. Verschrikkelijk. Nee, 2. Hij is een 10. Ja. Maar hij zweet wel veel. 5. Want daar kan je wat aan doen. Je kan botox nemen om minder te zweten. Nee, dat zweten, ja. Dat lijkt me echt pijnlijk, hoor, man. Opvullen. Dat lijkt me echt pijnlijk. Lig je daar op die tafel? Heel charmant met jouw hand, arm omhoog. Komt er zo'n vrouw of een man, weet ik veel wat het is, met zo'n hele lange naald? Nou, ik denk het niet. Ja, als het werkt, werkt het. Mm-hmm. Het is een 6, maar doet alles wat je wil. Een 7. Ja. Hij is een 3, maar... Hij is wel echt een huisman. 4. Hij maakt schoon, hij kookt. Ja, 4. Het is een 2, maar ligt echt heel erg in de markt bij je ouders. Nee, blijft een 2. Voor mij ook goed voelen. Nou, het is een 10, maar houdt niet van McDonald's. Oh, een 1. Het is een 6. Ja. Maar het is een 10. Ja. Maar hij staat een halfje voor de spiegel. 8. Een ijdele jongen is wel leuk, maar het moet niet te ijdel zijn. Die jongen is een 8, maar mag jouw beste vriend niet. Een 6. Vriendin, als jouw vriendje mij niet mag, ik zweer het, dan maak ik hem dood.
Ik maak hem echt zijn leven zuur. Ik zeg 2. Sorry hoor, maar als mijn vriend niet met mijn beste vrienden op kan gaan. Als hij echt knap is. Ja, dus. Mijn vrienden gaan boven mijn relatie hoor, punt. Ja, dat is waar. Want we hebben het allemaal gemerkt. Het is een mega, maar je komt erachter in een sushi restaurant dat hij vreemd gaat. Oh, ook een 1, echt waar. Nee. Ik zeg het is een 1, het wordt een 1 en het blok erop. Oké, ik ben een beetje vol. Ja, vol, wij moeten nog een halve delen. Je bent aan het morsen. Er ligt ziekte slaapwekker onder de tafel. Ja, goed voor de honden. Lekker vitamintjes, hè? Lekkere vitamintjes, hè? Het is een 5. En woont tegenover je. Een 3. Stel, hè, mijn vriendje woont nu daar. Dan ga je zo, hi. Nee, dat wil ik niet. Nee, ik wil wel gewoon mijn eigen ding doen. Ja. Oprecht. Heel belangrijk. In een relatie je eigen dingen kunnen doen. Lekker. Het hele beeld bij jou is leeg en bij mij dump je alles neer. Voor de mensen die willen weten, Kiara eet veel. Altijd. Altijd als we even samen zijn, hebben we honger. Nee, er zit sla op mijn burger. Ja, ik wil sla. Ik ben ook een klant. Wat heb je weer goed gesneden? Ja. Kijk dit. Waar is de andere helft van mijn broodje? Die is hier. God damn it! Maar wat is dit? ASMR. Wat is nou jouw echte favoriete burger? McChicken. Maar dan zonder sla. Fijn. Yeet. Dat is een spelletje. Oh nee. Yeet. What the fuck is dit? Is dit het rad van Fortuin? Oh, het is een puzzel. Nee. Hallo. Het zijn oortjes. Yara, doe je vinger zo. Nee, bij het eten. Nee, vinger zo. Yay! You won again! Kijk, stel je hebt zulke oorbellen. Prachtig. Hoela, hoela, hoela. Oké, ik ga verder eten. Mm. Oké. Okay. Wat is jouw type jongen? Mm. Wat? Wat is jouw type jongen? Lang. Beetje met een brilletje. Blond haar. En, of donkerbruin haar. En heel lief en zorgzaam. Wat voor karakter? Nou, geen kut karakter. Net als al die anderen die ik ooit heb gedate in mijn leven. En jij? Ik heb niet echt iemand hoe die eruit ziet. Maar ik vind het belangrijkste dat die persoon echt om je geeft. En accepteer hoe je bent. Klopt. Dat vind ik gewoon het belangrijkste. En met die woorden sluiten wij de mukbang af. Of. Want we hebben alles op. Ja. En we zijn lekker uitgekletst. Dus, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. Vergeet ook zeker geen duimpje te doen. En dan zie ik jullie in de volgende video. Later! Later.